Kijkers, welkom bij een nieuwe aflevering van In Gesprek Met. U merkt het, hè? Vandaag ben ik niet in de studio, maar lekker op locatie. We zijn hier bij mevrouw Hilde Neus en we zijn hier bij IMO. Dat is het Instituut voor Maatschappij Wetenschappelijk Onderzoek. Op het universiteitscomplex, helemaal achterin. Hè? Ja, echt een leuke plek. En we zitten lekker buiten, want we gaan praten over een heel interessant onderwerp. Namelijk, Suriname krijgt een literaire kanon. U vraagt zich af wat dat is, ik ook. En daarover gaat mevrouw Hilde Neus ons heel veel vertellen. Maar laten we alvast kennis maken met mevrouw Hilde Neus. Welkom in gesprek met. Dankjewel en fijn dat mij de gelegenheid geboden wordt. Yes, wie is Hilde Neus? Hilde Neus is iemand die op 16-jarige leeftijd verliefd werd op een Surinamer. Die studeerde in Eindhoven, waar ik vandaan kom. Ja. En hij zei meteen, ik wil terug. Ik zei, oh is goed, niet wetende waar ik aan begon. Ja. Maar ja, zo is het gegaan. In de tussentijd... 16-jarige leeftijd? Ja, ja, wow. Ja. Ik ben al op 19-jarige leeftijd getrouwd zelfs. Wow. Ja. En dat had toen te maken met het vertrek van mijn vader naar het buitenland voor werk en zo. Dus ik wilde wel dat hij erbij was. Dus, en ik ben dus in de tussentijd nog 6 jaar naar Afrika geweest met Edmund Neus. Okay. Waar hij aan de universiteit werkte toen. En ik heb daar op de International School gewerkt. Dat had te maken met een keuze om niet in een dictatoriaal regime te willen werken. Omdat wij beide nogal uitgesproken zijn over die materie. Dus dat wilden we niet doen. En in Nederland blijven was huisje, boompje, beestje. Dan kom je niet meer weg daar, toch? Dus toen hebben we voor een alternatief gekozen. En dat is Oost-Afrika geworden. En in 1990 zijn we dus hier komen wonen in Suriname. Dus ik woon al vanaf 1990 hier. En ik heb hier ook in het lager onderwijs gezeten. Daarna ben ik Nederlands gaan studeren op het IOL, MOA, MOB. En toen ik hem pas kende en we gingen samenwonen, vertelde hij mij verhalen over Susanna Duplessis. Eigenlijk in het kader van mij het Sranang aanleren. Weet je, hij vertelde mij die verhalen, ja, dus in het, ja, Sranang. Die verhalen die Harry Jong Loy toen op de radio vertelde om 7 uur. Dus allerlei verhalen kwamen voorbij. Maar ik was vooral heel erg gebiologeerd door dat verhaal over Susanna Duplessis. En ik nam me toen voor, oh, als ik in Suriname ga wonen, dan ga ik dat onderzoeken. En dat heb ik ook gedaan. Dus ik heb elke vrijdagmiddag in de bibliotheek van het Surinaams Museum gezeten. Ik ben daar later ook gaan werken. Maar dat heeft dus geresulteerd in een MOB-studie en naderhand ben ik dus ook nog in Nederland mijn masters gaan doen. En dat is allemaal op oudere leeftijd al, hè? Ja, want ik wilde op een gegeven moment weer wat anders, dus... En, hoe oud was u toen u uw masters haalde? Nou, ik denk... ja, in de 50 al, in de 50. 50? Ja, ja, ja. Ik zou zeggen 30. Nee, ik ben met de MOB begonnen, met de MOA begonnen hier op het IOL in 97. En toen was ik 37, sorry. Nee, het was inderdaad iets eerder, 37 was ik, ja. Dus 2003 heb ik mijn masters gehaald. En vanaf die tijd, kijk, dat werk van Susanna Duplessis, dat was heel interessant. En ik heb dus alleen de bronnen bestudeerd. Hè? Dus het is niet een roman, waar we later over gaan praten, over romans. Maar het is dus een reconstructie van haar leven, zeg maar. Hè? En dat heeft dus geresulteerd in dit boek. Susanna Duplessis. Hilde Neus van der Putten. Susanna, ja. Duplessis, portret van een slavenmeester. Ja. Interessant, hè? Ja, dit was bijzonder interessant, maar ik heb hier dus gefocust op 1 vrouw. Ja, maar je zag dus, ze is heel jong getrouwd, zij was pas 15. Okay. Was ik toch nog een stukje ouder. En dat was toen de gewoonte, hè? Mensen werden ook niet zo oud in die tijd. Ja, dus gemiddelde leeftijd was 40 maar. Ziektes, onhygiënische toestanden en zo. Maar zij is dus weduwe geworden, vrij snel. En ze heeft altijd ook het beheer gehad over haar plantage, Nijd en Spijt, hè, dat weten we wel. En ze is hertrouwd met een 7 jaar jongere man, dus ze was een soort cougar. Oh. En hij heeft haar heel erg
het hof gemaakt. Heel erg achter haar aangezeten en ze twijfelde of ze weer zou trouwen en zo. Maar uiteindelijk heeft ze dat toch gedaan. En hij heeft er de hemel op aarde beloofd, maar uiteindelijk bleek dat dus de hel te worden. Oh. Ja, wat er zich precies heeft voorgedaan, dat weten we niet. Maar zij heeft dus de scheiding aangevraagd. Zij. En in haar scheidingsaanvraag staat dus, hij heeft mij het leven op aarde tot een hel gemaakt. Oh. Ja? En ze is toen gescheiden en ze heeft in haar testament dus 3 keer gezegd, hij krijgt geen rode cent van me, geen rode cent. Ja, want die plantage was dus van haar. Hè? En hij heeft er dus ook gedemoniseerd, vandaar dus dat al die verhalen in de wereld zijn gekomen, die nog steeds verteld worden over haar. Hè? Dus een heel interessante persoon. Maar uit dit onderzoek en uit die vragen die ik dus had, wilde ik het wat veralgemeniseren. Dus wat ik nu aan het doen ben, is een promotieonderzoek naar vrije vrouwen in de 18e eeuw. Dus ik kijk naar blanke vrouwen, ja, hoe hun leven eruit zag in die tijd. Maar naarmate die 18e eeuw verloopt, zie je dus ook dat er zwarte vrouwen gemanumiteerd worden. Er komen gekleurde vrouwen bij. En wat hoe hun leven eruit zag in die periode. Dus dat is wat ik nu aan het doen ben. En dat is, ja. En baanbrekend in die zin dat tot nu toe onderzoek eigenlijk vrouwen totaal buiten beeld heeft gelaten. Ik heb hier wel eens een keer tegen een professor gezegd, ik vind het heel knap van u, hoe u zo die vrouwen helemaal heeft weten weg te laten uit uw onderzoek. Dat niets over vrouwen, heel weinig. Ja. Dus, en je merkt wel dat daar een behoefte aan is. Dus dat loopt als een trein. Het is heel interessant en heel mooi. Maar het is dus een veralgemenisering eigenlijk van wat er met Susanna is gebeurd. Zeg maar scheidingen, huwelijken, geboortes van kinderen. Allerlei zaken die dus met vrouwen te maken hebben. En dan wilde ik dan ook onderzoek doen naar Hilde Neus. Want als u zegt 19 jaar getrouwd en u bent nog steeds met mijn neus en het gaat even goed. Dat is geweldig toch? Want vaker hoor je wanneer mensen in Nederland getrouwd zijn, ze komen, daar scheiden ze door allerlei. Maar u niet hè? Jullie hebben... Ik heb dus voor mezelf wel een besluit genomen toen ik erg jong was. Kijk, want ik had toen ik in Tanzania woonde ook, ben ik wel voor de geboortes van de kinderen terug geweest. Omdat, ik heb 2 kinderen. Omdat ik rhesus negatief ben. Dat betekent dus dat je bloedgroep moeilijk is. Oh, ja. En dan lag ik in het ziekenhuis en dan zei iemand, ik snap je niet, ik zou niet zonder drop kunnen of zonder dit. Of zonder... En ik dacht, ja, maar als je alleen maar zit te klagen over je omgeving en je doet er verder niks aan. Dus ik heb echt besloten toen, waar ik ook ben, dat is mijn thuis. Yes. Ja? En ik moet zeggen dat na al die jaren Suriname, ik het wel bedroevend vind dat we niet verder gekomen zijn. Maar dat heeft natuurlijk allemaal met politieke onwil te maken, non-transparantie en zo. Dus daar zijn wij wel erg mee bezig, want we weten dat Suriname veel beter kan. Er zit veel potentie. Ongelooflijk veel potentie en dat zie je aan heel veel zaken. Hè? Ook wat onderzoek wat wij hier op het IMWO doen ook, is heel belangrijk en is ook maatschappelijk relevant. Bijvoorbeeld nu wordt er een onderzoek gedaan naar financial inclusion. Hè? Dat wordt vanuit de bank gedaan. Dus hoe alle mensen in de samenleving dus goed met hun inkomen kunnen omgaan. Het is heel belangrijk natuurlijk. Dus, Maar laten we nu inzoomen. Een literaire kanon. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, een kanon is dus eigenlijk een Grieks. Het komt van het Grieks en dat betekent een lijn. Ja? Dus waar het om gaat is dat elke samenleving een aantal zaken heeft die voor die samenleving belangrijk zijn, die voor die natie belangrijk zijn.
En dat kan je dus aanvankelijk wereldwijd bekijken. Hè? Ik bedoel, als ik Shakespeare zeg, waar denkt u dan aan? Direct aan gedichten, geweldig. Mm-hmm. Ja, maar iedereen heeft wel eens ooit van Shakespeare. Dus hij behoort tot de kanon. Oh. Ja? Net zoals Cervantes bijvoorbeeld. Misschien kent u die naam niet, maar wel Sancho Panza en Don Quixote, toch? Don Quixote, ja, van Spanje. Nou, dat is ook een werk wat zoveel verspreiding heeft gehad en zo belangrijk is voor de samenleving, dat dat ook tot de kanon behoort. Terugbrengen naar Suriname, zou ik Dobro kunnen zeggen? Ja. Maar in Nederland is dus ook in begin 2000 een kanon ontwikkeld. En eigenlijk lopen wij wat dat betreft dus heel erg achter. Dus je hebt wereldwijd, je hebt op landniveau, maar je kan zelfs op streekniveau ook kanon hebben. Hè? Ja. En wat in Nederland ook heel erg speelt, en ik vind dat ook heel mooi, is de kanon van de geschiedenis. Je kunt allerlei kanons, allerlei lijnen hebben van werken die belangrijk zijn. Ook wiskunde, ook natuurkunde. Ja, en ook geschiedenis. Ja? Dus Nederland heeft ook al een hele tijd een kanon van de Nederlandse geschiedenis. En je ziet dus dat aanvankelijk dan een aantal belangrijke experts worden bij elkaar gezet in een commissie om dat allemaal te bepalen. Maar die kanon is uit 2006, geloof ik, ja. En nu ziet men, hé, er is zoveel veranderd in die samenleving. We moeten het bijstellen. En misschien dat daar wel iets van bekend is. Die kanon van de geschiedenis heeft dus vorig jaar... Dus een kanon is dynamisch. Omdat die samenleving steeds verandert, toch? Dus die kanon verandert ook. En men heeft dus vorig jaar die oude lijn herzien. Meer vrouwen erin gebracht. Maar ook Anton de Kom. Ja. Dus Anton de Kom zit nu in de Nederlandse kanon en dat is omdat hij dus in relatie tot Suriname een heel belangrijke rol heeft gespeeld natuurlijk. Hè? Dat is dus een geschiedeniskanon. Dat is de geschiedeniskanon, ja. En in Fort Zeelandia heb ik dus in 2013 ook een kanon ontwikkeld. Kijk, dit is dus die lijn, hè? Dan kan je het zien. Ja, dus die begint bij min 10.000. Want het oudste voorwerp wat hier ooit gevonden is, wat met mensen te maken heeft, dat was een pijlpunt. En die lag in de Sipaliwini-savanne bij een bonjo van een tigri. Dus we weten dat die tigri geschoten is door een mens met die pijl. Ja? Dat is het oudste voorwerp. En dat kunnen we niet zien aan die pijlpunt, maar wel aan dat bot. Want in bot zit dus koolstof. En er is een methode om dus uit planten, dieren en mensen, uit resten daarvan, uit overblijfselen, dus te kijken hoe oud zoiets is. Ja? En dat is toen gebeurd met dat bot. En dat is 10.000 jaar geleden. Ja, dus dat is het eerste item op onze geschiedenislijn. En dan gaan we door, weet je, door de geschiedenis heen. En dan zie je dus de komst van de kolonisten, maar ook van de slaven, de Hindoestanen, de Javanen. En hier heb je dus één literatuuritempje. De Stille Plantage. Ja, en dat is dus Albert Helman. En dat literatuuritem, dat gaat dus eigenlijk over Helman en niet zozeer de Stille Plantage als wel Zuid-Zuidwest. Dat is een eerder boek wat hij geschreven heeft in 1926. En dat wordt gezien als de eerste werkelijke Surinaamse roman. Of in ieder geval boek. Het is niet echt een roman. Maar het is meer een verhalenbundel. En waarom is dat nou? Omdat Albert Helman dus de eerste persoon was die vanuit Suriname commentaar leverde op de kolonisator. Op Nederland. Ja, en dat is in dat boek Zuid-Zuidwest in 1926 dus voor het eerst gebeurd. Ja? Dus wij zien dat moment in de geschiedenis dus ook als het begin van de Surinaamse literatuur. Ja? Maar al die punten dus, dit zijn er 45. Hiervan staat dus ook een expositie in Fort Zeelandia, in gebouw 3. Dus wij hebben dit allemaal uitgewerkt. Natuurlijk is deze kanon ook een beetje gekoppeld aan
Wat voor voorwerpen zijn er aanwezig? Want je moet ook iets kunnen laten zien, toch? Ja. Maar bijvoorbeeld de revolutie staat erin, de opening van het archief. En dit kunnen we natuurlijk ook weer herzien, omdat er nieuwe dingen bijgekomen zijn. Misschien vinden we dingen nu minder belangrijk, weet je. Dus dit is een voorbeeld dus van een kanon. En de kanon voor de geschiedenis heeft het museum dus al gemaakt, in Fort Zeelandia. Hè? Ja. Maar... Dus alles wat daar staat, heeft een eigen verhaal. Ja, juist, juist. En wij zijn helaas niet zo ver, technisch gezien. En dat heeft natuurlijk ook met financiën te maken. Maar als je naar kanon.nl gaat, naar de Nederlandse kanon, dan vind je daar dus allerlei uitleg voor het onderwijs op verschillende niveaus. Leesideetjes, onderzoeksideetjes, didactische werkvormen. Dus het is helemaal uitgewerkt. Mm-hmm. Ja, en het is heel interessant. En wij wilden dat ook graag, maar ja. Mm-hmm. Maar nu? Een goede website kost geld. Ja. Maar nu zijn we dus bezig met de literaire kanon. Dus nu zoomen we weer in op Albert Heilman. Dus dan komt Albert Heilman, die staat dan niet meer hier, maar die staat hier aan het begin van de literaire kanon. Ja. Ja, maar dat is wat gecompliceerder, omdat er natuurlijk, ik zet dit even weg weer, omdat er natuurlijk heel veel schrijvers zijn die vinden dat hun werk belangrijk is, toch? Want als we denken aan Cynthia McLeod. Ja, maar ook een Rappa, ook een Tessa Leusja, een Astrid Roemer, weet je, hoe ga je daarmee, wie ga je kiezen om in die kanon? Maar wie kiest eigenlijk? Dat is dus de grote vraag. Dus ik ben ook heel lang, heb ik nog niet verteld. ik heb geen geschiedenis gestudeerd. Ik heb Nederlands gestudeerd. Ja. En ik heb dus historische letterkunde gedaan. En van daaruit, dat mocht ook met Susanna Duplessis en zo. Dus ik ben nu wel meer de geschiedenisrichting opgegaan. Maar vanuit het Nederlands heb ik dus ook koloniale en moderne literatuur gedoseerd op het IOL. Ik ben ook hoofd van de opleiding Nederlands geweest een aantal jaren. En we hebben ook een masteropleiding op de universiteit opgezet, waar literatuur dus een hele belangrijke poot was. Ja? En daar zijn dus verschillende dingen uitgekomen. Dat was 2014, 2015. En een van die zaken was dat dus het leesonderwijs hier anders ingericht kan worden. Eigenlijk kunnen we stellen dat er geen goed programma is voor literatuur. Ja? En dan zie je dus ook dat kinderen op de lagere school nog wel lezen. Daar is ook een mediatheek en zo. Maar zodra ze op de MULO-school komen... Afgelopen. Moeilijk, ja? Ja. Dus dat hebben we onderzocht, hoe dat komt en wat we daaraan zouden kunnen doen. Maar dan moet dus eigenlijk een doorlopende leeslijn komen vanaf kleuter tot aan universiteit, zeg maar. Ja? En dan heb je dus heel veel materiaal nodig en je hebt ideeën nodig om met die boeken om te gaan. Hoe doe je dat? Ja? En dus er zijn twee facetten. Hoe richt je dat onderwijs in? En daarvoor is dus een professor Witte, Theo Witte uit Groningen geweest toen om les te geven. En daar hebben ze dus een programma ontwikkeld. En dat heet Lezen voor de Lijst. En dat is dus ingedeeld in niveaus. En dat heeft weer twee punten. Dus je bent een student op een middelbare school en je gaat kijken, oké, wat voor soort lezer ben ik? Hou ik gewoon van simpele verhalen, van duidelijke personages? Moet het niet al te moeilijk zijn? Dan ben je een beginnend lezer. Ja? Maar als je echt gaat analyseren, dus hij heeft een niveau 1 tot en met 6. En 6 is echt wetenschappelijk lezen en academisch en zo. En helemaal kunnen analyseren wat er in dat boek, moeilijke boeken ook. Ja? Dus wij hebben ook tijdens die colleges een onderverdeling gemaakt in niveaus. Ja? En dan begin je met makkelijke boeken. Waar kinderen zich makkelijk mee kunnen identificeren. Zeg maar Gerrit Baron, Rappa, weet je. Tot aan hele moeilijke, gecompliceerde boeken, zoals bijvoorbeeld van Astrid Roemer. Hè? Als je het over de drieling hebt, Lijken op Liefde. Wat eigenlijk ook over de revolutionaire periode hier gaat en zo. Dat is heel gecompliceerd. Dus die... Kijk, het probleem is vaak met leerlingen dat ze boeken aangeboden krijgen die ze niet interesseert. Heel oud zijn. Ja,
De arme Christus van Bomba. Uit het jaar nul. Spreekt ze niet eens echt aan. Ja. Helemaal niet meer. Of boeken die eigenlijk te moeilijk zijn. Waardoor ze ook afhaken. Ja, dus dat niveau lezen is juist mooi. Omdat de leerling zelf kan bepalen voor zichzelf. Op welk niveau hij zit. En dan hebben wij dus gekeken naar het aantal boeken. Surinaamse boeken. Oké, in welk niveau past welk boek? Ja, begrijp je? Dus dan krijg je die twee zaken bij elkaar. Ja. En kijk, de kanon is vaak zo dat vanuit westers perspectief er gezegd wordt, oké, we gaan naar kwaliteit kijken. Wat is nou de hoogste kwaliteit? Ja. Maar kwaliteit in Nederland of in Amerika is iets anders dan kwaliteit hier. Ja. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat wij begrijpen dat wij veel meer op de maatschappelijke invloed van literatuur moeten gaan zitten. Misschien dat je het je niet meer herinnert, maar Hoe duur was de suiker kwam uit in 87. En de bekende recensent Michiel van Kempen, die zei, oh, dat is geen literatuur. Juist, ik weet dat daar een... Is het nou literatuur of niet? Wie bepaalt dat? Wie bepaalt? Wat zijn de standaarden? Wat zijn de criteria waar je dat boek aan onderwerpt? Weet je? En als je ziet wat de maatschappelijke impact van dat boek is geweest, dan kun je niet zeggen dat is geen literatuur. Want voor ons is het heel belangrijk geweest. Voor Suriname is het uitermate belangrijk geweest. Ja? Dus nu zal er gewerkt worden aan een literaire kanon voor Suriname. Ja, maar... Wanneer denk je dat het echt gestalte krijgt? En... Nou, kijk, het punt is natuurlijk dat je heel veel partijen mee moet krijgen. Ja? En het lezen is een probleem in het onderwijs. Er is een ontzettende ontlezing. Er is een ontzettend probleem met taal. Ja, want we gebruiken hier nog steeds de officiële taal, het Nederlands. Wat voor veel mensen toch moeilijk is. We lezen boeken die niet bij ons passen. Ja? Dus waar de kinderen zich niet mee kunnen identificeren. Dus er zijn een aantal zaken die dus... op een rijtje moeten worden gezet. En waar er ook ontzettend veel sprake van is op het moment, is burgerschap, waarden en normen. Mm-hmm. Toch? Ja. Dat is, iedereen heeft het erover. Ja? Er worden verenigingen opgericht en stichtingen. Zo. We moeten daaraan gaan. Regelmatig hoor je in de DNA, ja en dit en dat. En iemand zelf zei zelfs, ja, Kumakoisi-milieu. Ja. Dus dat houdt ons bezig. Ja? Maar wat zijn nou waarden en normen? Ja? En wie bepaalt? Mm. En het is moeilijk voor Suriname omdat je zoveel verschillende bevolkingsgroepen en achtergronden hebt. Ja. Kijk bijvoorbeeld naar het smijten met geld. Mm. Ja. Okay. Is een probleem toch? Absoluut. Dus wij willen dat afkeuren en wij willen dat... Maar is het een probleem? Jij zegt ook, ja, absoluut. Nou, dat is onze eerste reactie, toch? Dat woord is, als je hoort, smijten met... Ja, ja, taal is, dat meteen een negatieve taal is heel belangrijk, ja. Maar ik heb 6 jaar in Afrika gewoond. En als ik dan ging naar muziekgroepen, optredens... Dan? Altijd. Altijd. Als je blij was met de muziek en je werd er vrolijk van, dan zet je een kleine shilingi-biljet... Ik zie het ook bij huwelijken, doen ze dat. Als je naar de Afrikaanse films kijkt... Afronden. Ja, oh, we moeten afronden. Ja, oh, wat jammer. Ja. Maar dat burgerschapsonderwijs, dus mijn idee is dus om die kanon te gebruiken, fragmenten uit literaire teksten, voor dat burgerschapsonderwijs ook. Ja? Dus we hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden. Ja, we hebben die teksten. En daarom is die kanon zo belangrijk. Kijk, wij kunnen naar kwaliteit kijken. We kunnen naar maatschappelijk belang kijken. En we kunnen kijken hoe we die teksten dus vanaf de kleuterschool... Kikkertje en slangetje, vriendschap, ja. Toch? Ja. En slangetje gaat kikkertje niet opeten. Want hij smeert boterhammetjes voor hem. Ja. Ondanks dat mama zegt, weet je, dus in elk boek is wel iets belangrijks te vinden wat we kunnen gebruiken om die waarden en normen bij onze leerlingen aan te kweken in het onderwijs, in de samenleving, weet je? Gaat het helemaal door.
Ja. Weet u wat, mevrouw Neus? Ik denk dat we dit moeten vervolgen. Daar bent u misschien ietsje verder. Dan kunnen we echt inzoomen op die literaire kanon. Maar het lijkt me heel interessant. En ik moet u bij deze meteen bedanken dat u de tijd heeft vrijgemaakt. En ons ook een beetje nader heeft kennis laten maken met u. Graag gedaan hoor, heel graag gedaan. We komen dan erop terug. Nee, dat vind ik prima. Uitstekend. Dank u wel. Kijkers, u heeft het gemerkt. Hè? De tijd is niet onze bondgenoot. Want het was een heel interessant gesprek. En nu heeft u ook een beetje meer gehoord wat een kanon inhoudt. En dat Suriname over, hopelijk niet al te lange tijd, over een literaire kanon zal beschikken. Het is namelijk wie komt er allemaal op, wie gaat dat bepalen. Maar daarover gaan we in een volgend in gesprek met nader op inzoomen met mevrouw Hilde Neus. Maar u gaat niet weg, want zometeen is Rosita Leeflang er. Zij heeft een ook heel interessant gesprek gehad met mensen van een Amerikaanse delegatie die nu op bezoek zijn in Suriname. En het gaat dus, de afgelopen week waren ze in Suriname. En namelijk daar onderdeel van is de Deputy Assistant Secretary. Dus daar gaat u zo meteen naar luisteren in gesprek met. Welkom bij het tweede gedeelte van In Gesprek met dank aan Carla voor het interessante onderwerp over de kanon van Suriname. Ik ga praten over een bijzondere missie die de afgelopen dagen heeft plaatsgevonden in Suriname. Het is een Amerikaanse missie en alles daarover hoort u wanneer ik praat met de Amerikaanse ambassadeur in Suriname, Karen Williams, de Deputy Assistant Secretary Barbara Feinstein, en met Clinton White, hij is de USAID-vertegenwoordiger ook voor Suriname. Ms. Feinstein, can you share with us your reason for visiting Suriname? So I came to Suriname on my first visit here. For a couple reasons. One is primarily for the bilateral dialogue between the United States and Suriname. As you know, this is the second year that we've had that dialogue. So it offers an opportunity to really look at what has been achieved in the past year, as well as charting a path for joint objectives and initiatives in the year to come. In addition, I thought it important to come now because in advance of the Summit of the Americas, which we are thrilled that Suriname will be joining, and we heard yesterday that President Santoki will be traveling to Los Angeles in early June, mm-hmm. It offers a chance also to talk about shared objectives in advance of that, to talk about shared objectives related to climate change, to food security, to building an even stronger strategic relationship between our countries. What is the Summit of the Americas? So the Summit of the Americas is an opportunity for leaders across the region, across the Western Hemisphere, to come together and, as I said, to chart this shared vision, to talk about common challenges and really explore opportunities for coming together as a region in the near future. Okay, and you said there were bilateral talks. Can you share what you have been talking about? Yes, it was an opportunity to look, as I said, at what was targeted from the last year, at what could be done to really strengthen the relationship between our countries, what kind of progress could be made. And on my visit, I had a chance to meet with and discuss with several ministers, for example, the Minister of Defense, Minister Matura, what kind of cooperation we have between our countries. I understand last year there was a goal of really strengthening that cooperation, strengthening the presence of kind of assistance and other ways that we can help Suriname. So for example, as you may be aware, there was an exercise in the interior mm-hmm. to bring medical assistance and support, dental help, for example, to more than 1,000 people in the interior, taking advantage of folks from the United States and having them cross-train with their counterparts here in Suriname. So that's one example of that. There was also a call for greater cooperation between our countries in terms of communications and exchanges. I know I had been in conversation with Foreign Minister Ramdeen before this. There have been other, for example,
exchanges. Minister Matura was one of the few heads of defense who had a chance to speak one-on-one with our Secretary of Defense in the United States. And as I said, we are very much looking forward to having President Santoki in Los Angeles. Vice President Harris had a conversation with heads of state from the Caribbean just a couple weeks ago to really talk about some of these shared priorities, to talk about the concerns that are on the minds of leaders across the region, and how as we as the United States can be an even better friend and partner to the Caribbean. Talking about the Ministry of Defense, I know Mrs. Matura had the challenge of our borders. Was that topic also discussed with extra help on the borders? So there was a discussion with regard to flooding and what's going on right now in Suriname, within the context of broader challenges related to climate change. And the United States pledged to look to see what we can do in terms of assistance and support on that front. Okay. And with your experience with working in the Caribbean, what is one topic the Caribbean can work together on resulting in individual profits? I think combating climate change is really a shared priority between our countries and really a shared challenge for the whole world right now. And it's something that is a very high priority for the Biden-Harris administration. As you saw at the recent global talks on climate change, it's certainly going to be a key topic in Los Angeles for the Summit of the Americas, and something that we think we can cooperate even more extensively with Suriname as we see the flooding going on right now. And talking to individuals here, I've heard how it used to be there was a rainy season and you would experience the rains from time to time, but now it seems consistent with climate change that that's an ever-present threat and reality that's really affecting people's lives. So we want to see what we can do as a partner for Suriname to really expand that cooperation between our countries. Okay, sounds great. You also had a roundtable with civil society. How did that go? It went very well. So when I travel to countries around the region, it's important for me to get a perspective from different parts of society. So that includes civil society leaders, government leaders, private sector. And on this visit, I had the opportunity to hear from all those different voices. From civil society, that's something that we view, as do all countries, as really pivotal to democracy. It's important that democracies deliver for their people, that good governance is promoted, that there is press freedom, and that we are advancing human rights and other sorts of things. So it was a very good conversation talking about our shared goals in that respect. Will there be a follow-up on this discussion? There absolutely will. I know that our embassy is in close contact with many of these civil society leaders, and we intend to continue that collaboration. Okay. And on the lighter side, as I heard from the ambassador, you went and saw a little bit of Suriname. What is your impression? I just have to say the country is absolutely breathtaking. The scenery, the nature, the flora and fauna are absolutely incredible. I found myself on this boat constantly pointing to birds and asking, which bird is that? Taking endless photos. We saw a catfish, which I took a video of. So it's, you know, all of this kind of, for me, leaves me with the takeaway that there's enormous potential here for expanded tourism. We had lunch in Friedrichsdorp, trying to get the pronunciation down, and you know, enjoyed the incredible food there and benefited from the Surinamese hospitality. So I think that we are, knock on wood, hoping for an expansion, further expansion in American Airlines flights. So we hope to spread the word in the United States and elsewhere around the world to come to Suriname and really benefit from the beautiful country. That sounds like a good plan. You said Frederiksdorp, that means you also heard a part of our history. Will there also be exchange program on our shared history? So there is always an attempt on the part of the embassy to look at opportunities for exchanges. We have exchanges related to sports, education. I understand that there is a Fulbright professor right now here in country looking at how Suriname communities talk about their colonial history. So that's something that we look forward to sharing further information on in the future and to exploring further opportunities for people-to-people exchanges. Okay. When will you return to Suriname? Not soon enough. As I mentioned, we had an incredible journey, but we did not get a chance to see the famous pink dolphins. So I hope to see those again in the future. Thank you, Mrs. Feinstein, for this talk. Thank you very much.
Mrs. Ambassador, how would you describe the state of the relationship between the two countries at the moment? I would describe it as very strong, very healthy, that we are working on a basis of partnership, and that as we look for ways in which we can broaden and deepen our relationship, that we are finding that we have more and more things in common and more mutual goals. Okay. You have been here for 3 years already, and what are the things you are the most proud of that you have done in these 3 years? Well, actually, we're even at 3.5. Okay. So, yes. Well, there's a number of things. Of course, with COVID taking up 2 of those 3 years, mm-hmm. I'm proud that we were still able to do a number of things in spite of COVID. But I think when I look over the course of the time, it's been the things that have been able to benefit people, just everyday people of Suriname, whether that be the vaccine donations or the donations of protective equipment to teachers and to healthcare workers during COVID, but also things that have helped women in the interior of the country and here in Paramaribo be able to develop their skills as entrepreneurs, or to help give them the confidence to be able to put themselves forward in the business world. The opportunities that allowed for mentorship to happen between alumni of our prior programs and the new programs that we have going on. So it's really the people to people. Okay, that sounds great indeed. Do you have specific plans for the coming months? We do. We certainly do. We have, of course, been very pleased that some of our exchange programs that had been on hold because of COVID are back online, including high school students to the U.S. on exchange programs and other educational opportunities that are coming up this fall. We just completed a large medical and engineering exercise, which I think was received quite well. And we're going to continue to do those kinds of activities, but in different ways. We can't always have the larger military element coming to do an exercise. We have a little bit of space in between, mm-hmm. but we can do things that feed the same goals, okay. And we are going to. Okay, can you please, because the embassy has quite some exchange programs, can you share with us why is it so important to have these programs? Well, I can tell you that when I was growing up, one of the most formative things that I did was being able to travel and be able to see other places to broaden my own perspectives. And I think when we can do that for young people, give them an opportunity to work and live or live and learn in another country and in the U.S., it gives you, it develops your ideas, it develops your goals, it gives you inspiration. Okay. Sounds great. And then you briefly talked about it just now, but we had a mission from South Dakota in Suriname. We often have them here. Will there be more missions, not only from South Dakota, that we will get here? Yes, indeed. So South Dakota is one of our partners. They work under the rubric of the U.S. Southern Command out of Miami, and the command has been very supportive to the U.S. Embassy here in Suriname and to the Surinamese people. We've been very fortunate that they have provided us with opportunities such as the field hospital and the visit of Rear Admiral Davids, Vet Davids, who is chief of staff for SOUTHCOM, and she gave some, in addition to donating the field hospital, being part of that donation, she also talked about women in peace and security. So there's a role model of a 2-star woman admiral for everyone in the region to be able to look to and provide inspiration. And in the coming months, we have more
exercises and trainings that they are going to be providing. South Dakota, of course, will continue. Mm-hmm. They're very strong. We are very fortunate to have a very strong partner in South Dakota National Guard and coming here and conducting the exercises and the humanitarian missions that they do. And will there also be people from our Army going to South Dakota? Yes, they do go back and forth, and it's not always South Dakota. Sometimes it's other parts of the U.S. It depends on where the training school is located, because as I said, SOUTHCOM is sort of the overarching umbrella, and so they have the ability to provide training opportunities in pretty much all of the United States' various military institutions, including our war colleges that are in Washington, D.C. or other parts of the United States. And there was a project in Wanica with helping to renovate a school. Have you been back to see the result? Are you talking about the one that we just yes. did? Or yeah. that? Yeah. Yes, well, I was there when they were just finishing up. So I was there just a couple of days before the end of the project. It looked great. Yeah. Okay, so what's the next thing that will be happening from the embassy? Well, the very next thing is actually something more regional, and that is the Summit of the Americas that is taking place in Los Angeles, the June 8 to 10, I believe the dates are, and we're very pleased that President Santoki will be able to attend, and they'll have opportunities there to meet with a variety of top U.S. leaders. Thank you, Mrs. Anderson. Thank you. Mr. White, can you share with us the work of USAID in general? Yes. USAID's work is for us is a Caribbean that is safe, prosperous, and resilient. Mm-hmm. And so far the work that we have done here in Suriname is related to the COVID-19 response. We're also working with evidence-based decision-making to improve the security aspects through our program called Care Secure. We're also working on the business enabling environment mm-hmm. so that we can also help businesses to be able to grow and prosper here in Suriname. And we're also working on public financial management with the government so that there are strengthened systems and supporting them on their budget execution. Okay, you mentioned something, Cure Secure. Oh, yeah. Can you please tell what it is? Yes, Cure Secure is a program that we're providing throughout the region, and Suriname is one of the recipients of this particular program, but here we're actually helping the police to digitize their crime and evidence system so that instead of having a paper-based system, mm-hmm. we're now moving them to a digital-based system so that they'll be able to track better all of the crime and statistics and that are taking place, as well as be more responsive in the work that they're doing. That's a very important program. Yeah. So how far in the process is that program? So far we've actually been able to implement the program throughout the region here in our first phase. So we've been able to give the police equipment, we've been able to help them to move information into the database system, and now we're getting ready to start what we call Care Secure 2.0, which will further develop this particular program throughout the region, as well as adding in trafficking in person so that people will be able to track that as well. And for how long has this program been set up? So this program has been going on for the last 5 years. And so, as I said, it's just getting ready to end this first phase. And we've already signed recently in New York a new agreement with our UN counterpart, which is the UNDP, who's helping to implement this program on our behalf. And so we're very excited about this program moving forward over the next 4 or 5 years. Okay. The organization also works on building resilience to natural disasters and climate change. And for the past 2 months, we see the villagers in Brokopondo are having enormous flooding, also due to climate change. Did you discuss this topic during your visit? Yes, we did. We did discuss this topic with the government, but we've also been discussing this topic with the government entities on the national level in terms of emergency management. Mm-hmm. We've been speaking to the Red Cross, and we've also been speaking to regional institutions that handle the emergency management and response. And so we're looking forward to seeing how we can be supportive to Suriname.
Are there any specifics on the support side? Well, we're still in discussions with them right now, with the government, but we're hoping very soon that we'll be able to provide some specific information going forward. Have you seen the pictures of the flooding in Brucupondo? We've seen pictures. Yeah. Okay. It's very sad. Yes, it is. I mean, how will USAID help with building resilience in Suriname? I think in building resilience in Suriname, it's very important to think about the topics that we've been discussing here in the government. Climate change is one of the areas. We want to build a more resilient in that particular area. We also want to, as I mentioned, improve the public financial management so that those systems improve the way that people are able to manage the budgets and the way that they're executed. And then also as we look at security and crime, you know, as we mentioned before, we've had the evidence-based system that we're developing. But we need to continue to move that way and move forward so that we can do a better job in helping to reduce crime so that especially the youth have a better time, a better place, and a better chance to prosper. What other topics have been discussed during your visit? Yes, so one of the things that we're very pleased about here at the embassy is that we're opening up a new office here in Suriname. So there will be a USAID office in the embassy to strengthen that bilateral relationship and another tool in the embassy so that we can work and support together. Also, we have other meetings with young leaders here in Suriname. We're going to do some more site visits to see our programs implementation around COVID-19. And, you know, again, just to continue to work around our programs and activities related to the business enabling environment and having some additional meetings around that with the government and businesses. So why is it so important to have an office in Suriname? Well, if you think about our relationship around the Caribbean, we cover 11 countries. Mm-hmm. And when I arrived 2.5 years ago, we had offices in Barbados and Guyana. And so in order to really continue to build our relationships, having more offices and more interaction, direct interaction, and being a part of our embassy, it gives us in our strategic relationships, it helps to build that. And so for me to see that we're opening an office here, we're opening an office in Trinidad, we can continue to build those relationships and continue to be supportive and work as a partner, especially with Suriname. So you're moving to Suriname? I'm not moving to Suriname, but in the office you'll see a lot more of me here in Suriname, as well as more staff. Okay, so you've also been on the tour. What's your impression of Suriname? Suriname is a very beautiful country. I look forward to coming back. I'm very intrigued by its history as well as my counterpart Barbara had mentioned about the flora and fauna, mm-hmm. And just the people here. The people are very warm, and you really feel welcomed. And so for me, it'll be great to come back to learn more about this country. You are much welcome. Thank you. En met dit laatste gesprek dat ik had met Clinton White van USAID, heb ik het gehad voor wat betreft mijn gedeelte in gesprek met. Maar dit betekent ook het einde van in gesprek met voor deze week. Bedankt voor het kijken. De herhaling ziet u op donderdagavond om 8 uur op 12.1. Tot de volgende week.